inzicht is. Veel praktijkcenter viel net 25 en kwartje uit. Mooi! Zo. Voor de pauze zei ik iets over dat mechanisme. Je hebt zoveel lijden, maar het duwt je iedere keer toch richting zelfrealisatie. Confrontatie in ieder geval. Ja, en dus dat is een heel mooi mechanisme. Ik was zo dankbaar voor. En toen ik daar zat, dacht ik van, nou, dat vertrouwen heb ik dus. En nu zie ik dus eigenlijk van, ja, dan moet je misschien niet vertrouwen dan doen. Dat is dan misschien meer, ja, ik weet niet, wat dan, maar. Dus dat is geen vertrouwen, want het is toch weer. Nou, of het is wel vertrouwen en begin je nu in te zien wat de beperkingen van vertrouwen zijn. Dus ga nu niet de sport bedrijven van oké, laten we het laten we woordjes gaan veranderen en dan zit ik wel oké. Dat is ook weer tricky, hè? Dus dat is fantastisch. Dan voelt het als vertrouwen. Nou, dat is winst ten opzichte van niet vertrouwen, maar het houdt je nog steeds aan het lijntje. Als je dat inziet, kan het vertrouwen eruit vallen. You don't need it. En als ik weet, werkelijk weet of zie, zelfs als ik nog denk iemand te zijn, maar als ik werkelijk weet dat alles eigenlijk hulp is, hoef ik daar toch niet op te vertrouwen, dan weet ik het toch. Dan hoef ik het ook niet te geloven, want geloven dat betekent dat je het niet zeker weet. Dat je het graag denkt eigenlijk, dat je het hoopt. Ik hoop, weet je wel, het is verzwakkende shit, joh. Jij bent in staat, je hoeft er niet op te vertrouwen, je kunt zien of ontdekken dat je in staat bent van wat er ook gebeurt gebruik te maken. To wake yourself up. Het lijkt een soort afhankelijkheid in vertrouwen te zitten. Ja, natuurlijk. Daarom hou ik er ook niet van. Keeps you small. Ik merk bij mezelf dat stoeien met vertrouwen. Dat het eigenlijk een bepaald beeld heb, vaag, daar ben ik op zoek naar vertrouwen. En dan, maar het is dus gewoon eigenlijk mijn fantasie in leven houden, ja. Door met vertrouwen bezig te zijn. Voilà. En ik vind, ja, godgroei, een leuke bezigheid, maar... Ja. Dan zit je een eigen projectie na te streven. Ja, dat is het. Ah. Ik vind mezelf een geweldig ook van mijn vader. Ja, god, ik ben op de goede weg. Kijk. Ja, er ver heen. Ja, ja. Ja. Dus is het leuke, aangezien alles zeg maar creatief is, is dat dingetje wat ik heel statisch daar teken ook heel creatief. Hè? Het krijgt dan zo'n vertrouwenbult, zo, een soort gezwel aan de zijkant. En dan kun je daar, oh man, ik zit zo vol vertrouwen. Look at me go. Doordat er iets gebeurt, weet je wel. En dan is je vertrouwen shattered. En dan ben je gewoon, oh man, dan is de ramp helemaal niet te overzien. Vertrouw nergens op, kijken. Make sure you know. Dat know is nooit eindig dus. Weten is in de context van zelfonderzoek, wat ik er straks al of vanmorgen zei, de vernietiging van het onderwerp. Dus als we het hebben over vertrouwen, wantrouwen, wanneer is dat doorzien? Als beide polen vernietigd zijn, dan komt het gewoon niet meer op. Dat betekent dus dat je nooit wat er in de plaats komt kunt vertrouwen. Dat moet weg zijn. Ja. Helemaal weg zijn. Yes, destroyed. Dus anders zit ik nog steeds in dat vierkantje. Yes. Exact. Dan ben ik gezellig bezig. En dan... Ja. Er komt dus, dat is ook belangrijk aan wat je zegt, als dat vernietigd is, wantrouwen en vertrouwen, komt er niet iets weer een ander woord voor in de plaats. En als het wel zo is, dan zit het nog steeds daar. Voilà, dan heb je gewoon weer een nog subtielere vorm of een nog spirituelere term ontdekt waar je je aan vasthoudt. Dus de zelfonderzoeker moet uiteindelijk ook zelfverdwenen zijn. Voilà. Zijn we daar nog? Ja. Het is een hele rare bezigheid eigenlijk van zelfopruiming. Ik moet aan de kant, dus ik begin gewoon ergens te zagen. Ja, een stuk eraf, hè. Een stuk eraf. Dat deed je niks. Dan ben je niks. Nou, niets
heeft vertrouwen nodig, weet je wel. Of het heeft geen vertrouwen nodig, want het is niks, het gaat nergens heen, het wordt niet meer, het wordt niet minder. Vertrouwen, overgave, God, genade, engelen. Het is meaningless. Is dat wel wat? Ja, het is me wat. Ineens schiet me dan zo te binnen wat je dan vaak leest, dat het een vorm van sterven is. Want dan denk je, als ik niets meer ben, dan ben ik dus gewoon niet meer. En dan is alles cool. Tenminste, wat ik dit weekend zie, alles wat voorbij komt, dat het allemaal gericht is om mijzelf gerust te stellen. Ja, en daar zijn die spirituele woordjes ook voor. Alles. You're scared shitless, maar goed, dan doen we een beetje vertrouwen en genade en zo, weet je wel, erbij. Ja. En dan, ah, nee, het is allemaal goed. I'm in the hands of God. Yeah, like he cares. Ja, of misschien kan het ook wel zonder angst, denk ik dan. En, ja, en plus, heel veel van de strategietjes die we gebruiken zijn om die angst een beetje eronder te houden. En weet je wel, een beetje zo. Ja, het gaat wel hoor. Deep down, daar komt er zoiets op van. Ja, maar eigenlijk weet ik dat ook al lang. Of zo. Yes, of course you do. Dat ik helemaal niet bestaan. Ja. You know. Daar is alles mee begonnen. Tenminste voor mij. Ja, wat waren er van die mafketels? Die zeiden, je bent de waarheid. And they are right. Je bent de waarheid die zichzelf loopt te ontkennen. Dat is toch bizar? En voor wat? Voordat we geen ruzie met de buren krijgen of... dat mijn schoonzus me aardig vindt. Ik dacht net, nou, als je nooit geweest bent, kun je ook niet doodgaan, dus dan ben je dan bang voor. Voilà. Ja. Tamelijk bizar. En als je dood bent, ben je dat ook niet? Ja, die je in ieder geval niet, nee. Nee. Dus bij zelfonderzoek schiet eigenlijk een eerste gat in die bal. Ja. En dan vervolgens blijf je dus een gaatje schieten. Ja, tot die weg is. Ja, ja. Ja, daar komt het op neer. Terwijl wat we meestal doen, is allerlei argumenten verzinnen om die balk in stand te houden. Ja, maar het is toch zus en zo. En iedereen weet toch, maar je hoort toch. En ik heb toch gelezen. Maar in wezen doe je dus zelfonderzoek met het licht wat daarachter zit. Ja, yes, strikt genomen is het bewustzijn dat die balk vernietigt. Dat is pure intelligentie. Dat is iets anders dan die ego-machine. Die met een heel klein beetje geleende intelligentie een bouwwerk overeind houdt. Strekt genomen is het bewustzijn wat zelfonderzoek doet. Niet je ego die verzet zich. Dat is de weerstand op tegen. Iets anders is ook leuk, dat als jij wakker bent of wordt... dan zie je in feite dat iedereen wakker is en doet alsof dat niet zo is. Dus het probleem heft zichzelf dan eigenlijk terstond op. Dus zolang jij gelooft dat je een afgescheiden wezen bent, zie je iedereen als afgescheiden wezen. Op het moment dat je ontdekt dat je de oceaan bent, zie je alles als oceaan. Strikt genomen is iedereen al bevrijd. Of was er nooit iemand gevangen. En dit is gewoon een toneelstukje. Bewustzijn vindt het leuk om net te doen op een paar plekken alsof het... I don't get it.
weet je wel. En dan, oh ja, I get it a little bit. En dan doen ze net alsof deze, die weet het dan. Maar het is alleen maar water wat aan het spetteren is. Er gebeurt niks. Maar water heeft niets nodig om water te zijn. Voilà, en jij hebt niets nodig om zijn te zijn. Een beetje eten en een beetje shelter. Meer heeft het organisme niet nodig. En voordat je zelfs maar honger hebt, ben je al. Dus zijn is eerst, dan pas eten. Zonder eten kun je dagen, zonder bewustzijn, weg. Zelfs zonder adem kun je nog 2-3 minuten. En als je het goed traint, misschien 4. Weet je wel, maar zonder bewustzijn, all gone. Dus zijn is primair, je hebt niks nodig om te zijn. Al het andere is secundair. En dan moet je niet geloven, maar je kunt gewoon checken. Probeer maar iets te denken zonder zijn, bijvoorbeeld. Probeer maar honger te hebben zonder zijn. It's not going to happen. En dat is dus de grap een beetje, dat die compleetheid, die is er gewoon en die ruilen we in voor een beetje kleinzielige doeletjes. En we vluchten weg voor een paar kleine angstjes. En daar ruilen we die totale vrijheid, compleetheid, hoe je het wil noemen, voor in. Voor een paar ideetjes en emotietjes. Is toch weird? Is een beetje zonde, weet je niet? Je loopt er de hele dag in rond, je bestaat eruit. Ik zie nu ineens dat het die behoefte bij mij om vertrouwen te hebben ook maar een smoesje is. Ja, tuurlijk. Nou, vond ik net de term die daar ergens opklonk, bezwering. Het is gewoon een bezweringsformule. Als ik me nou maar wijs maak dat ik het kan vertrouwen, dan durf ik het wel. Daarom zei ik, dat speelt alleen een rol als er angst is. Dus op een relatief niveau, het zijn allemaal excuses om niet nu te hoeven leven. Het is weerstand tegen leven. En gewoon de dingen laten gebeuren, de dingen ervaren. Gewoon open te zijn voor het volgende moment. Als ik een beetje meer zo, dan voorkom ik dit misschien. Dan ben ik de hele tijd strategisch bezig. Maar het is ook krankzinnig, want eigenlijk weet je gewoon, er is geen gevaar. Ja. En toch voel je steeds weer, komt het steeds weer op. Ja, dat is een goede term, krankzinnig. Vandaar dat ik in het eerste hoofdstukje schreef, mijn laatste boekje, dat we in een open inrichting leiden. Iedereen is knettergek. Dat is oké. Maar het is wel handig om het te weten. En iedereen die loopt zo in meerdere of mindere mate paranoïde rond. Waarbij nog komt dat we dat ding dan proberen veilig te houden, terwijl we weten dat hij ten onder gaat. Dus ik ben het hele leven bezig om te voorkomen wat toch gaat gebeuren. In plaats van te genieten onderwijl. En als het gebeurt, ja, pff, ik ga daar toch niet over. Dus. No worries. Idiot. Yes! Nou, de hele tijd door me heen zingt, is compleet stuurloos. Ja, mooi. Dank je. Ja, dat zingt heet het verrukkelijk. Yes, fantastisch. Dat is relaxed. Ik vind het ook wel heel beangstig, moet ik zeggen. Oh. Ja, dat voor je leven toch al, dus dat maakt niet uit. Ja. Een soort zeeziekte-associaties. De oceaan die wordt nooit zeeziek hoor. Alleen als je denkt dat je op een bootje erop zit.
Potse klotsen. Je bent compleet en stuurloos. Want dat kan ons makkelijk opvallen, een oceaan gaat niet ergens heen. Er is wel dynamiek, maar hij verplaatst zich niet. En niets bepaalt ook hoe het stroomt? Of... Voilà. En dat doet er ook niet toe. Hoge golven, lage golven, eb, vloed. Het is allemaal wat oceaan is. En dan verdampt een beetje en dan regent weer in terug. Niks is verkeerd.